Ja, nog steeds in Breda. Ja, nu is het een heel stuk rustiger, hè? Geen keiharde beats meer in de gang. Nee, de leerlingen hier van de Sint-Joosschool hebben nu DJ-lessen. Ze zijn allemaal bezig op draaitafels, koptelefoons op, in stilte. Een beetje aan het puzzelen hoe dat nou werkt met dat DJ-vak. En Davy en Seb, die zijn al hard bezig met het mixen. Wat zijn jullie aan het doen? Nou, we zitten eigenlijk een soort van remix te maken met elkaar. We hebben het nummer Rocket Spaceman en Pingpong van Hardwell en van WNW. En die zijn we dan samen aan het mixen en ja, kijk hoe het er dan uitkomt. En dit is toch... Ja, ik kreeg vroeger blokfluitles als muzieksles, hè? Dit is heel iets anders, hè? Ja. Ja, is dit veel leuker? Ja, dit is echt veel leuker. Ja, waarom? Leg eens uit. Nou, ja, je bent meer bezig eigenlijk met DJ en een beetje alles onthouden. Beetje goed mixen. En het is ook muziek die je zelf luistert? Ja, meestal wel. Die mag je nou ook uitkiezen, hè? Wat je ook maar mixt. Ja. En willen jullie dan ook later DJ worden? Misschien even. Nou, dat niet echt, maar het is wel leuk dit. Ja, wie weet zijn jullie een van jullie twee de nieuwe Hardwell of zo, hè? Kan. Je weet het niet, hè? Hey, maar ja, zo wordt er dus flink lesgegeven hier. En dat doet de DJ-school hier uit Breda. En Dave, die staat hier ook. En die haal ik er gewoon eventjes bij. Want dan... ja, Dave, van de DJ-school. Ja, klopt. Ja, goedemorgen. Dit is heel anders wat jullie normaal doen, hè? Dat klopt helemaal. Normaal gesproken geven wij les op onze locatie in Breda. En nu zijn we op locatie bij Sint-Jozefschool. Waar wij aan bijna 30 leerlingen per ronde lesgeven. Dat zijn al basisschoolleerlingen, hè? Dat is groepen 6, 7 en 8. Dus dat zijn er per sessie 90 kinderen die echt iets te maken krijgen met het nieuwe muziek maken. En wat merk je dan aan die kinderen? Ja, ze gaan helemaal los. En je merkt gewoon heel veel vreugde, plezier. En de een wil DJ worden, de ander wil gewoon echt met muziek bezig zijn. Ja, dat bieden we hier. Dus. Dat is heel wat anders, hè? Want ik haal het al vaker aan, hè? Die blokfluitles, ja, hè? Van vroeger, die heb jij vast ook gehad. Nou, nee, ik was meer wel van de vinylplaten, maar inderdaad, muzieklessen van nu is echt met een DJ-set of met produceersoftware heel erg laagdrempelig is het geworden, waardoor wij dit kunnen uitbrengen. En zo zijn ze dus hier, hè, al 2 dagen volop bezig met leren om DJ te worden. Ja, en wie weet, hè, want het zit een beetje in de genen van Breda, het DJ zijn. Hebben we zomaar hier op deze school de nieuwe Chesto of Hardwell zitten?